boven tennis. En dat is begonnen toen ik 5 was. En toen ben ik ermee begonnen. En ik oefende toen 1 keer per week, woensdagmiddag. En dat is zich steeds verder uit gaan breiden. Hoeveel uur per week train je tennis? 6,5 tennis en nog 2 uur erbuiten. Conditietraining en lopen. Wat vind je zo leuk aan tennis? Je mag zelf weten wat je doet. En er zijn altijd verbeterpunten. En dat vind ik gewoon leuk. Wat voor gevoel geeft het jou om echt een bal goed en hard te raken? Ja, wel een goed gevoel. Omdat het gewoon heel leuk is om... geeft gewoon een hard gevoel. En dan ook het gevoel dat je weer wat bereikt hebt. Zijn er dingen die je hebt moeten opgeven omdat je heel veel tennist? Ja, muziek af en toe. En... ja, klassen, feesten af en toe wel. En hoe reageren je klasgenoten op jouw succes? Ja, meestal zeggen ze gewoon, vragen ze er niet naar. Dus ik wegga van school om te tennissen. Maar af en toe vragen ze ook wel eens wat heb je gedaan. Maar dan reageren ze gewoon normaal. Wow, dat is dus niet de bedoeling. Wie is jouw held? Federer. Waarom? Omdat hij goed kan tennissen en mooie slagen heeft. Wat heb je allemaal gewonnen? Ik ben 1/3 op de Nederlandse kampioenschappen geworden. En ik heb een toernooi gewonnen waar de beste 28 van Nederland meededen. En wat is nou je ultieme droom? Wat wil je bereiken? Ja, top tennisser, maar dat is wel dat is niet het allerreëelste doel dat je kan hebben. Je kan beter gewoon in stapjes verder werken en kijken hoe ver je komt.